En de Raad van Vakcentrales in Suriname, Rafaxur, heeft gisteren concreet aan de vicepresident gevraagd hoe het staat met de staatsbesluiten ten aanzien van de fiscale maatregelen die eind april zijn afgesproken tussen de president en Rafaxur. Dit zei Armand Sunder, die namens de ASFA en Rafaxur het woord voerde. Na de bijeenkomst met vicepresident Ashwin Adin op het presidentieel paleis. Volgens Sunder hebben zij ook een concreet antwoord gekregen van de VP. Het antwoord lag min of meer in de sfeer, dus dat zeer binnenkort die staatsbesluiten zullen worden afgekondigd. En we zijn daar heel blij mee, vanwege het feit dus dat de werknemers, die zitten in de knel vanwege de crisis. En deze staatsbesluiten zullen zorgen dat die fiscale maatregelen die toen zijn overeengekomen, dat de werkgevers kunnen doorvoeren. Ik denk dus dat het niet bij dit gesprek zal blijven, maar dat er nog meerdere gesprekken zullen volgen. Vanwege het feit dus ook dat er meerdere vragen zijn van de vakbeweging. De gesprekken werden gisteren geleid door de vicepresident. Verder zaten aan de minister van Financiën en de raadsadviseurs Lothar Boksteen en Reinhold Simons. Sunder gaf verder aan dat het niet duidelijk is hoe er werkgelegenheid gecreëerd zal worden via de aangehaalde projecten. Op de vraag welke bijdrage verwacht wordt van de vakbeweging bij het uitvoeren van de projecten, zei Sunder dat er geen selectie is gemaakt en ook niet is gediscussieerd over de projecten. We hebben ook niet van tevoren gediscussieerd en we hebben ook geen invloed gehad op de prioriteiten. We zijn uitgenodigd om te komen luisteren en dat hebben we dus gedaan. Conclusie is dus dat wij blij kunnen zijn met het feit dus dat we geïnformeerd zijn. Maar informatie betekent dus dat je altijd juist vragen gaat krijgen. En we hopen dus dat in de komende tijd weer in kunnen gaan op die vragen. Ik wil zeggen dat we eindelijk na de vorige keer zijn uitgenodigd waarbij er programma's zijn uiteengezet. En we hebben kritische vragen gesteld. We hebben aangegeven dat voor ons de bottoms-up benadering belangrijk is. We hebben ook aangegeven dat de regering een paar programmapunten heeft, een investeringsfonds of organisatie gaat opzetten. Maar dat intussen onze mensen pinaren. En we hebben gevraagd hoe dat op te vangen. We hebben op een gegeven moment, ik hoorde een van u die vraag stellen aan meneer Sunder. Op een gegeven moment hebben we toch wel gevraagd van hoe het staat met concrete fraudulieuze gevallen. En wat men gaat doen aan groot grondbezit, het gebruikt wordt om daar geld mee te verdienen. En we hebben, dus voor alles. En bovendien hebben we, denk ik hoor, want dat is een beetje minder scherp, nog de mogelijkheid om projecten in te dienen. Ik zeg het verkeerd. We hebben nog een mogelijkheid om projecten voor te stellen, zaken die uit de samenleving komen. Hugo Blanker van de Col, deze vakorganisatie, is ook geïnformeerd door de vicepresident. Blanker zei verder dat zij de regering hebben gecomplimenteerd met bepaalde projecten, maar ook hebben aangegeven dat het goed zou zijn als de samenleving zich ook kan uitspreken over de projecten. BVL en C47 waren zonder afmelding niet aanwezig.